gehouden. Het is mijn missie. Dat wil zeggen, het is mijn ervaring. En het is mijn gevoel. En het is mijn gevoel. Anderen kunnen alleen maar dat gevoel oppakken doordat ze in dezelfde omstandigheid hebben gezeten. Maar die hebben mogelijk een ander beeld van hun missie die ze in hetzelfde gebied hebben gehad. Zwaarder, lichter, feestvieren, niet feestvieren, doden, gewonden. Alleen maar vrolijke dingen. Dat wil ik vooral bij iedereen in de persoon laten. Dit is mijn missie. In 1973 probeerde Egypte de Sinaï-woestijn terug te veroveren op Israël. En dat noemen ze de Zesdaagse Oorlog. Die heeft 6 dagen geduurd en daarna was het afgelopen en Egypte heeft die glansrijk verloren. De Sinaï-woestijn was ingenomen door Israël en gecultiveerd. Dat wil zeggen, Israël was bij machten om kunstmatig regen op te wekken. Dat hebben ze gedaan middels vliegtuigen door een bepaald poeder boven de bewolking neer te gooien. En uit die bewolking kwam dan regen naar beneden. En die regen heeft dus de woestijn, laten we zeggen, vruchtbaar gemaakt. De hele Sinaï-woestijn. En die Egyptenaren hebben dat natuurlijk ook gezien. En die wilden hun deel van de Sinaï-woestijn weer terug. Maar zoals gezegd, er kan eigenlijk geen enkel land tegen Israël. Waarom niet? Omdat Israël eigenlijk gebouwd is op één groot leger. Iedereen zit constant in dienst.